Meer dan 4000 stemmen zijn eruit gebracht op de 22 inzendingen van de ESF Awards 2015. Uit de inzendingen zijn 6 projecten gekozen die mee konden dingen naar de ESF Award 2015. En de winner is... Winner Excel! Werk en inkomen in Den Bosch! Ja, eigenlijk een beetje overweldigend. We hadden eigenlijk niet gedacht dat we zouden winnen, vanwege ook de sterke concurrentie van de andere filmpjes. Maar wel heel leuk om gewaardeerd te worden op de wijze waarop wij ons project hebben ingezet. Met name ook het gebruik van de media en alle andere onderdelen en het oriëntatietraject wat we hebben ingezet. Het bijzondere van dit project was, of is, dat zij een unieke verbinding hebben gelegd tussen onderwijs, tussen het direct betrekken van werkgevers en vooral een hele creatieve manier om jongeren die anders gewoon nooit in de sollicitatieprocedure uitgenodigd zouden worden, om die toch bij werkgevers over de vloer te krijgen. In een kort filmpje moesten de genomineerden laten zien waarom juist zij het meest sociale project van Nederland zijn. Nieuw dit jaar is een wildcard. Naast de 5 beste projecten kreeg het vitaliteitsproject van het Sociaal Fonds Taxi de wildcard en mocht zich ook presenteren aan de jury. De wildcard hebben we dit jaar ingeroepen om meer verschillende soorten projecten een kans te geven in deze competitie. Ik krijg nog een andere jas, hij is te groot. De ESF Awards zijn onderdeel van de Europese subsidieregeling Europees Sociaal Fonds. Dit fonds loopt nog tot 2020. We hebben op dit moment in het huidige programma 2 hoofdthema's. Het eerste thema is actieve inclusie. Het tweede thema is duurzame inzetbaarheid. Actieve inclusie richt zich met name op de reïntegratie van mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt en grote problemen om daar weer op te kunnen participeren. Duurzame inzetbaarheid richt zich met name op mensen die uit het arbeidsproces dreigen te raken en om te voorkomen dat ze duurzaam uit dat arbeidsproces raken en nooit meer kunnen terugkeren. Nederland heeft 507 miljoen euro gekregen om sociale projecten te ondersteunen. Dan kun je denken aan jongeren die heel moeilijk aan de bak komen, mensen met een taalachterstand, ouderen die uit het arbeidsproces zijn geraakt, mensen met een handicap die last hebben van vooroordelen op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen weer sociaal en mobiel en weerbaar te maken. Het moet altijd innovatief zijn en daar hebben we eigenlijk met Nederland een goede partner. Nederland is... innovatief. Nederland put het Europese budget dat aan hen is toegekend heel goed uit. Door mijn project Superheroes, gestuurd door de gemeente, wil ik dat jongeren met een beperking gewoon evenveel kans maken. Dus we hebben een heel simpel instrument gemaakt, de jongerenvoucher, dat je 2500 euro kon krijgen als werkgever om jongeren in dienst te nemen. Heel simpel, makkelijk. En we hebben ondernemers ook gevraagd ambassadeur te zijn. Dat zag u in het filmpje. Nou, heel vaak probeer ik werkgevers te inspireren om niet te kijken naar labels van mensen. Hè, want dat is je eerste reactie. Je ziet iemand die denkt, oh ja, die schat ik zo aan in, die zou dit kunnen doen. Maar vaak is dat niet zo. Vaak zijn de allergrootste talenten beantwoorden niet aan een label. En dat is zo verdomde jammer, dat werkgevers nog steeds naar die labels kijken. Dus ook voor de mensen die graag aan de slag willen, maar die zich gehinderd voelen door een label, probeer echt te laten zien waar je vuur ligt, waar jij warm van wordt. Want daar wordt de werkgever ook warm van.